Kijk de deksel. Hey, jongen. Hier. Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe babyvlog. Ja, dit is wel even een andere setting, maar dat is logisch, want wij staan op het punt om over een paar uurtjes in het vliegtuig te stappen onderweg naar Japan. Yes. Daar gaan we naartoe op vakantie. En we gaan nu nog even wat dingetjes aan elkaar vastknopen in deze nieuwe babyvlog. En we gaan beginnen met de 20 weken echo. Yes. De 13 weken echo die is sinds een paar jaartjes nieuw. Dus als je zwanger bent geraakt 2 jaar of daarvoor geleden, dan heb je waarschijnlijk geen 13 weken echo. Nu hebben ze dat dus sinds 2 jaar. Ja. En dat hebben wij aan jullie laten zien in een paar weken geleden van de babyvlog. Maar we hebben dus nu ook een 20 weken echo. Die bestaat al wel langere tijd. En eigenlijk is de 20 weken echo super belangrijk. Ja. Want daarin kan je heel erg veel dingetjes te weten te krijgen van je baby. En kan je heel veel dingen afvinken qua gezondheid. Klopt, ja. Eigenlijk vonden wij hem niet heel spannend omdat we de 13 weken dus al gehad hebben. Maar voor de meeste mensen is de 20 weken echo wel echt gewoon een van de spannendste echo's. Ja, je ziet trouwens aan ons waarschijnlijk dat we moe zijn. We zijn sinds vannacht 4 uur al wakker. Ja. Het is op dit moment 9 uur in de ochtend. Het heeft allemaal te maken met de reis naar Japan om ons alvast voor te bereiden. Maar we zijn misschien niet zo energiek of zeg maar gezond als normaal omdat we gewoon een beetje moe zijn. We hebben nu voor ons op de computer mooie foto's en echobeelden van de 20 weken echo. Die hebben we helaas niet kunnen filmen, omdat het simpelweg niet mocht. Maar we hebben dit bewaard om samen met jullie even erin te duiken. En om te kijken wat dat ook alweer allemaal was. Ja. Want ja, het is best wel eventjes veel qua echo's en beelden. Maar laten we naar de allereerste kijken. Is goed, een filmpje. Nou, dit is wel duidelijk. Hier zie je dus het hoofd. En voor de rest, ja, het kan soms heel erg lastig zijn in echo. Vroeger hadden ze nooit een echo. Mijn opa en oma die vonden het dus ook heel moeilijk om te zien op een echo. Wat zie je nou eigenlijk? Wat klopt. Is het? Ja, klopt. Maar hier zie je nu wel echt duidelijk een hoofd. Ja. En als ik hem laat afspelen, dan zie je wat beweging. Maar ja, je ziet de ruggengraat, zie je hieronder wel. Ja, en het hartje zag je heel even kort. We hebben hier nog een filmpje. Echt bijzonder, hè? Dat handje zie je nu helemaal daarvoor. Ja, oh ja, ja, je zag daar het handje. Ja, nu ook. Als ik hier op pauze zet, kijk, hier zie je het handje. Ja, daar ook. En hier ook heel goed, inderdaad. Ja. En dit is dus al gewoon de onderarm, zeg maar. Ja, al die ribben en die, ja, dat is echt bijzonder. Ik weet niet of jullie er iets van kunnen maken, maar waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk zie je er wel een beetje een baby in. Ja, hier zag je ook weer heel goed het handje. Ja, ja, bij de 20 weken echo gaan ze dus gewoon echt eigenlijk elk lichaamsdeel bijna bij langs om te kijken of de groei goed gaat. Dus dan meten ze het bordje van de bovenarm of de onderarm en van de bovenbenen. En ze kijken naar het hartje, organen, de hersenen. Dus het is best wel chaotisch, maar zij glijdt er gewoon een beetje zo langs om te kijken van oké, dit heb ik nog nodig, dit moet ik nog zien. Ja, en hier zag je net de beentjes, ja. Nu ook weer. Nu zie je, kijk dan, nu zie je heel goed een voet hier met de scheen en hier dan de knie en de bovenbeen. Ja. Kijk, hier beweegt het ook helemaal. Dit is wel echt bijzonder. Even lekker trappen. Hier zie je dat mondje ook heen en weer gaan. Ja. En het handje en het handje zo. Hier zo. Ja, zo lief. Ja, echt mooi. Ja, dat waren de beelden al van de echo. Ja. Maar we hebben nog heel veel foto's. Ja. Hier zie je heel duidelijk dat het een jongen is. Ja. Want dit zijn de balletjes en dit is de piemel. Ja. Dus daarom is hier ook mooi neergezet jongen. Ja. Dus we weten het 100% zeker, dames en heren. En jullie nu ook. Op de volgende foto zie je hier de hartslag. Je ziet ook rechtsonder 153 bpm. Ja, beats per minute. Juist. Dus nou, dit was heel erg fijn. Ja, heel nice. Dat is echt leuk. Sowieso leuk om te horen. Klopt. En leuk om zo even die grafiek te zien van die hartslag. Maar ze kijken dan ook dus echt precies naar de frequentie. En of dus
het allemaal goed loopt via de hartkamers. Dat is voor hun bij de 20 weken echo dus heel belangrijk om te zien dat er geen hartritmestoornissen of iets dergelijks zijn. En bij de verloskundige luister je gewoon even naar het hartje omdat het fijn klinkt. Maar bij de 20 weken echo moesten ze echt kijken of alle hartkamers zeg maar aangesproken werden en of er een goede frequentie was eigenlijk. Ja, dus, klopt. Ja. Zo, ja. Kijk dit dan. Ja, dit is van boven. De schedel van boven. Hier zie je de oogkassen zo, denk ik. Deze? Ja, dat is de oogkassen. De oogkassen, wel echt bijzonder, hè, zoiets. Ah, kijk. Oh ja, neus, lip. Wacht, ja. Hoe moet je dan kijken? Kijk, dit zijn de neusgaten. Oh, ja. Dus dan is dit zo het neusje en dan zie je hier zo het lipje waarschijnlijk. Maar we hebben daar wel echt al een duidelijkere foto van gekregen. Maar dit is zeg maar gewoon van onder genomen. Dus neusgaten van onder, denk ik. Ja, maar die duidelijkere foto, die gaan jullie straks te zien krijgen. Want dat is van de 22 weken echo. Klopt. Waar Milan ook bij mee was. Ja. Dus die is wel heel erg leuk. Hier hebben we weer de neus en de lip. Nou, ja. Ik kan hier niks meer van maken. Kijk, wel. Het is weer zeg maar hier neus, neusgaten. Dus één neusgat, twee, neusje en dit is het lipje eigenlijk. En de mond is een beetje open. En dit is dan de kin. Ik kan hier echt niks van. Nog steeds niet. Oké, maar maakt niet uit. We hebben straks toch die duidelijkere. Ja, dit vind ik wel echt een hele toffe echofoto. Omdat je hier echt die bovenbeen ziet. En hier de scheenbeen. En dan het voetje weer zo. De andere voetje achter. Het lijkt echt een gespierd been zo. Ja, het lijkt echt een dikke bovenbeen. Ja. Kijk, dit vond ik wel bijzonder. Ja, ik moet even kijken wat ik zie. Eigenlijk. Ja, nee, ik weet het ook niet meer, maar wel iets met bloedvaten of zo. Want dat vond ik best wel bijzonder, is dat ze zeiden van ja, je hebt verschillende kleuren en dan heb je rood en blauw, geloof ik. En daardoor kan je zien wat voor bloed of zo. Of... Ja, zuurstofrijk of zuurstofarm. Maar ja. Is dit nu de navelstreng? Dat vraag ik me af. Ik denk het wel. Dat zou ik ook niet meer weten. Misschien komen we nog wel meer tegen. Buikwand. Hier kan ik ook niks van maken. Nee. Er staat buikwand, maar nier rechts. Kijk, dit is dus die opening dan. Ja, dat is dus dan wel donker gekleurd. En dat gaan ze dan opmeten om te kijken of het groot genoeg is. Ja, of dat helemaal goed zit en zo. Ja. Dit is wel de navelstreng. Dit is 100% de navelstreng. Ja. Hier kan je het mooi zien met die blauw en rood. Ja. Ja, echt mooi dat ze dit zo kunnen laten zien. Ja, bijzonder hè. Dat is dan gewoon het zuurstofrijke bloed wordt vanuit mij zeg maar naar de baby en die gebruikt het. En dan zuurstofarm gaat weer terug naar mijn bloedsomloop zeg maar. Ja, ja echt bijzonder hoe dat gaat. Ja, hier zie je het wel toch? Wow, dit lijkt net zo'n vis die plakt op het raam. Ja, snap je? Is dit serieus het mondje en dit de neus? Ja, en ik weet nog dat ik toen vroeg van, zie je nou een kuiltje in de kin? Klopt dat? Oh, hier zo, ja. Ja, en toen zei ze van, nee, dat kan je niet zien. Maar ik vind echt dat je dat daar ziet. Snap ik. Ja, de voetjes. Oh ja, de voetjes. Ik moest even kijken wat voor afmeting dit was. Maar ja, dit was de afmeting van de voetjes inderdaad. Ja. Ja, echt bizar. Want het verschil volgens mij was dat de 13 weken echo en de 20 weken echo kregen we te horen dat de voeten die ze hier hebben opgemeten bij de 20 weken echo was net zo groot als dat de hele baby was bij de 13 weken echo. Dus in die 7 weken tijd is de baby dus zo groot geworden dat de voeten net zo groot zijn als dat de baby was 7 weken ervoor. Ja, echt bizar. Dat vond ik echt bizar om te horen. Ja. Dat gaat echt hard in één keer. Maar ik moet zeggen, jouw buik begint nu echt te groeien. Klopt, ja. Maak stappen. Wat zie je hier? Nou, hier zie je dus de ruggengraat zo lopen helemaal. En wat ze hier heel graag wou zien, is dat overal vel gegroeid is. Dus dat er geen open ruggetje is. Oké. En volgens mij is dat hier dan goed gezien, denk ik. Ja, we kregen in ieder geval weer een vinkje van goedgekeurd. Ja, precies. Dus dat is wel echt heel erg prettig. Ja. Nou, ik snap dat het zelfs met onze uitleg misschien een beetje moeilijk te zien is soms. Maar ik hoop dat jullie een beetje duidelijk beeld krijgen. Wij hebben afgelopen kerst het heel erg gezellig gehad. Met jouw familie, mijn familie, met vrienden. Ja. Maar we hadden een controle gepland staan toen we kerst aan het vieren waren met mijn familie. Klopt. Dus we gingen er even tussenuit en dat hebben we natuurlijk gefilmd. Dus nu krijgen jullie die controle te zien van de kerst. Zo, schatje. Waar zijn we? Bij de verloskundige. Yes! Bij de verloskundige. Dat is altijd een mooi moment. We zijn op dit moment kerst aan het vieren met mijn familie bij ons thuis. Het is echt super gezellig. Het is wel heel gek, maar we glippen er even tussenuit om dus een controle te doen bij de verloskundige. Let's go baby! Yes! Yes! Let's go baby! Let's go!
let's go. Hi, Joyce. Hi. Hi. Oh, we hebben jou nog niet gezien. Hey, hi, Enzo. Joyce. Daar zitten we dan, voor controle. Ja, daar zitten we weer. Ja. Ja, het is vandaag gewoon controle alleen, zeker, toch? Ja. Even kijken hoe het met jullie gaat. Vertel. Ja. Goed. Over de helft? Ja. Ja, echt bizar. Gaat echt snel nu. Dan kan je het eraf tellen. Ja, nu gaat het echt hard. Dat is wel echt heel erg gek wat we merken. Is dat met eerste en tweede kerstdag, dat we gewoon rustig aandeden, lekker filmpje gingen kijken en op de bank lagen. Toen zei Marjan, wow, je moet nu even voelen, de kleine is echt heel erg druk. En zodra ik mijn hand op de buik van Marjan doe, stil. Ja. Gewoon zeg maar, een kind beweegt haast niet meer. Nee, het is gewoon stil. Hoe kan dat? Ja, je geeft rust. Ja, dat zou het kunnen zijn. Of de baby is gewoon dan net weer even omgedraaid. Ja. Met de voetjes en de arms naar achter. Ja. En dan voel je het dus minder. Ja, dat is wel echt vaak zo, hè, dat we dat nu hebben. Klopt. Dus echt goed voelen. Dat ik echt zo mijn hand op je buik heb. Dat hebben we nog niet echt gehad. Nee, dat komt nog. Maar dat komt nog, ja. Dat komt nog. Ja. Gelukkig zit dus de placenta zit gelukkig aan de rugzijde. Dat dus dan gaan we de baby beter kunnen voelen. Ja. Omdat anders dan heb je de placenta bij je voorzijde, bij je buik. En dan moet de baby zeg maar ook daar nog tegenaan trappen. En nu kan het gewoon meteen de buikwand, toch? Dat klopt. We hadden even gevraagd hoe het zat met Japan. Of we daar nog tips en dingetjes voor waren. Maar blijkbaar is het zo dat ze kunnen vragen als je gaat vliegen naar het buitenland. Om een soort van certificaatje of een bewijs van je mag vliegen van je verloskundige. Dus 5 dagen voordat we gaan vliegen krijgen we automatisch een mail van de verloskundige met dat we toestemming hebben. Dus dat is ook wel fijn dat is goedgekeurd. Zeker. Dus, maar daar zie je ook helemaal niet tegenop, toch, vliegen? Nee. Nee. We gaan echt wel een prachtige vlucht hebben, dus daar hebben we alleen maar zin in. Even voelen waar je baarmoeder zit. Nou, rondje navel, dat is prachtig voor deze termijn. Lijkt in de lengte te liggen. Dus niet in de breedte, maar in de lengte. Maar of het dan billen of hoofd boven is, daar is nog te klein van. Ja, daar kan je nog niet voelen. Dus een soort van te drummen wat je net deed op de buik, voel je dat gewoon? Of tot bij de baarmoeder? Ja, dus dan voel je, ligt het zo of ligt het nu zo? En hier ligt nu de baarmoeder. Maar en als je mijn hand pakt en je doet iets zo van drukken, dan, of ga ik daar niks aan voelen omdat ik niet ervaren ben? Ja, dat is het. Later kan dat wel. Dus okay. Als de baby groter is, want ik voel nu ook nog niet wat hoofd en billen zijn. Nee. Maar rond 30 weken voelen we dat wel. Okay. En dan kan je het wel meevoelen. Ja hoor. Schoppen. Baby. Ja, is dat nu hoog voor... Nee, is keurig. Ja? Tussen de 110 en de 160. Dus. En het is lekker aan het bewegen en dan is de hartslag weer hoger. Dat doet onze hartslag ook. Dat was een schop, hoor je dat? Dat was serieus een schop? Ja. Nu hoor je echt die hartklepjes. Dat gaat tik. Ja. Nu gaat het weer wat langzamer, dus nu wordt hij wat rustiger. Dat is toch wel zonder alcohol, hè? Ja. Jee! Super lekker. Super, dankjewel, hè. Fijne jaarwisseling, doeg. Hopelijk hebben jullie allemaal een super fijne kerst gehad. Nou, dat is ook wel voorbij. Nu nieuw jaar, beste wensen nog allemaal. Heb ik ook wel een paar keer gezegd in de vlog, maar bij deze nog beste wensen van ons. 2024 is begonnen, maar we hadden de dag na kerst een pret-echo gepland. En die pret-echo die kan je dan extra inplannen. Dat kost dan €35. En in dit geval mochten we ook iemand meenemen. En toen hadden we Milan gevraagd. En dat is echt heel erg leuk, want het is mooi om zoiets te delen met mensen om je heen. Al helemaal mijn broer. Dus die hebben we meegenomen en dat krijgen jullie nu te zien. Zo, daar gaan we, dames en heren. De pret-echo. Dus we zijn gewoon verkeerd. Ja. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Ja, je hebt gewoon geboortezorg gedaan, zo. Ja? Er zitten er 2 in Soest. Oh, er zitten 2 in Soest. Dus 3 minuten verderop zit er nog 1. Ja. We zijn nu wel op de goede locatie. Open, deze ziet er ook wat meer sfeervol uit. De andere was echt een beetje, ja, weet niet, dode bende of zo. Als mijn broer een vraag heeft, en dat heeft hij volgens mij bewaard voor nee, ik heb geen vraag meer. Dan mag hij ze stellen. Dan kan hij dat wel stellen aan jou, toch? Ja. Want hij heeft een vraag die zelfs Google niet kon beantwoorden. Nee, wow. Wat is er? Ja, inderdaad, de druk wordt heel hoog gemaakt. Maar dat heb ik helemaal niet gezegd, hoor. Kijk, daar hebben we de mooie buik van mij, man. Nee, want je zei net van, hè, als je het bij een man doet, zie je niet zoveel. Maar wat, als je het bij een man doet, wat zie je dan? Je ziet de armen bewegen. Ja. Ja, je ziet dat buikorganen, maar daar kan ik niks van maken. Mooi, hoor. Je ziet dus alleen andere organen of zo. Ja. Ah. Want je ziet natuurlijk in die buik, dat zie je sowieso meteen ook zien, hè, alles wat vocht is, is zwart.
Dus ja, dat zo. Ja, ligt bij mannen. Ik heb nog nooit bij man geëcho'd, dus geen idee. Wow, kunnen we straks bij Milan die echo doen? Nee. Kunnen we het er even opzetten? Jawel, jawel bro. Ja. Heb je je buik aangeschoren of niet? Nee. Laat on, zien. Oh, dit is wel erg hoor. Goed dan. Lig je weer, schatje. Ja. Ja. Nou, hier zie je het hoofdje. Het ligt nu met de handjes erbij. Het zijn de oogkastjes. Het zit ons aan te kijken. Dus op dit moment ligt het eigenlijk zo in je buik. Oh ja. Met je dwars. Serieus, met de poep het omhoog? Ja. Oh ja. Nee, naar beneden. Zo, oh, naar beneden. Zo. Oh, zo. Ja. Het kopje lag net wat lager, maar die gaat nu wat meer omhoog. Die ligt nu echt hier. En als Muron dan bijvoorbeeld gaat springen of zo, gaat het kind dan ook anders liggen? Ja, en dan beweegt het ook mee door het vruchtwater. Want dit is dus al het zwarte wat je eromheen ziet, is het vruchtwater. Dus als zij, nou ja, lacht of schudt, zeg maar. Als dan, ik nu al zo... Dan beweegt het kindje dus mee. Ah, dat is gek, hè? Dus ook als zij op haar kop gaat staan, dan kan de baby ineens rechtop gaan staan? Ja, dat kan. Ja. Maar dat handje zo met het hoofd is echt wat? Ja. Ja, Marvin doet wel eens een handstand in de woonkamer. Ja. Ja. En elke keer als je iets mooi of duidelijk ziet, dan maak je weer een foto. Ja, een handje ervoor. Oh ja, zo van, en oh, inderdaad. Wat zien we nu? Zo van heel dichtbij het neusje daar zo. Dit zijn de neusgaatjes. Dit zijn de neusgaatjes? Ja. En dan de bovenlip en de onderlip. Wow. Wow, dat is echt gek hoor. Maar alle... Dit is gewoon het neusje, wat je nu ziet. Ik zal het er even bij zetten, anders ben je straks thuis. Ja. En denk je, wat is dit? Nee, wel een stopcontact. Neusje. Ja, waarom moet je het hebben? Oh, geniaal. Oké, de verloskundige die gaat op dit moment proberen een 3D-scan te maken. Een 3D-echo. Dan kan je een beetje zien hoe het gezichtje eruit ziet. Dus als dat lukt... Wow, inderdaad. Yo. Kijk dan. Wat? Ik krijg het natuurlijk niet helemaal, maar er zit wat voor. Ja, want hoe verder we zijn in de zwangerschap, hoe beter je het kan zien, toch? Dan wordt het duidelijker zichtbaar. Wow, dit is wel vet hoor, om te zien zo. En het is natuurlijk nu nog een beetje, ja... Zie ik daar nou dat kinnetje een beetje zo? Ja, echt een kontkinnetje. Wat, bro? Dan wordt dat kinnetje hoor. Oh nee. Ja, mooi toch? Ja, dat gaat sowieso gebeuren, dat hebben we allebei. Ja, maar nu zie je hem live bewegen hier zo. En je ziet hier ook die navelstreng vet duidelijk, ja, of niet? Klopt. Mijn mondje gaat open. What? Ja, dat is echt gek hoor, om te zien dat het hoofdje zo... Oh, dat handje! Oh! Wow. Dit... Oh, is dat nou een pies? Wow, is dat gewoon het handje? Wat? Ze gaan niet kijken naar mij, man. Waarom gaat die mond nu open dan? Want eigenlijk drinken ze al. Ze drinken en dat wordt dan, hè, dat gaat door het maagje en dan wordt het door nieren gezuiverd en plassen ze. En dan weer opnieuw. Dat doen ze de hele tijd. Het is gewoon een dichte cyclus. Oh, maar dan plassen ze ook daarin en dan drinken ze dan ook weer half op. Klopt. Met duimpje bijna. Ja, gedaan. Je hebt gewoon plas gedronken al. Zo ben je eigenlijk groot geworden. Ja, nu is het natuurlijk allemaal nog steriel eigenlijk. Hè. Heb je wel een keer een hele unieke echo gehad of zo? Dat een kind met drie. Nou ja, eigenlijk zijn alle echo's uniek. Nee, maar dat doe ik met. Dat je iets gek ziet, bedoel je? Ja, drie armen, 16. Nou, dat gelukkig niet. Maar wel, ja, natuurlijk heb je wel eens echo's die niet goed zijn. Maar daar werd het natuurlijk niet over gehad, omdat daar ga je het ook niet van uit en dat wil je ook helemaal niet. Maar dat lijkt me wel het super moeilijkste aan het beroep van een verloskundige, dat je, het is niet altijd goed nieuws wat je brengt. Nee. Je hebt ook natuurlijk slecht nieuws erbij zitten. En bij ons, wij leven nu op een babywolk waarin alles goed gaat. En tuurlijk, Marvin heeft wel eens klachten van buikpijn of het brandend zuur heeft Marvin nu heel erg veel last van. En dat is dan wel vervelend, maar ja, je hebt natuurlijk ook andere dingen en dat lijkt me echt heel moeilijk om te brengen als verloskundige. Wat is dit? Wow, kijk dan, het mondje neusje, en het neusje. En hier die kin. Kijk dan. Wat een gigantische kont, Kim. Deze? Bro. Kan je niet zeggen, man. Het geld van die kont is dieper dan de toekomst of zo. Maar kijk dan hoe mooi dit weer is. Hè. Dit is echt zo nice. Kijk, hier kan je gewoon super duidelijk zien dat het een baby is. Het hoofd en de neus en hier de mond en de borstkas en zo. Dus deze en deze kan je echt wel wat van maken. Hier moet je echt even instructies krijgen van dit is de neus en dat het mondje. En dit is volgens mij een voet wat je ziet. Gewoon een voet. Zeg maar een voet die nu rechtop staat. Snap je? Ja, denk het ook. Dat is wel gek, hè? Maar die zit dus ondersteboven. Zo. Ja, je kind ligt er weer aan bij.
Ja. Ja, gewoon in een lekkere houding. Ik bedoel, kijk hoe deze baby hier ligt. Dat lijkt mij niet lekker. En nu niet meer, nee. Dat lijkt me nu je 32 bent. Ik kan het ook niet meer. Nee, daarom. Nee. Zo, dat was nog wel even spannend, omdat het echo-apparaat uitviel en een bluescreen kreeg. Ja, en die verloskundige Meerte, die zei van, dit heb ik nog nooit gehad. En Milan, de computer nerd, let's go bro. Let's go bro. Ja, dat is positief. Die zei, ja, dit heeft ermee te maken als een CPU te weinig ruimte verder heeft, omdat die bestanden te groot zijn, dan krijg je dus dit. En die vrouw, Ram. Zei dat ja. Ja, dus zei daar ook, wow, oké, okay. Twee andere wereld, verloskundige, computer. Ja. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. Ze heeft de foto's van de 3D-scan op een USB-stick gezet. Ja. En ze zou eigenlijk nog een echo bij mij doen. Ze had nog nooit een echo gedaan bij een man. Slaat ook nergens op, maar ik was gewoon benieuwd wat je dan zou zien. En ik dacht, het is ook wel leuk voor jullie om daar naar te kijken. Maar ja, daar hadden we dus even geen tijd meer voor, omdat de afspraak een beetje uitliep, omdat de computer vastliep. Straks doen ze de echo, ziet ze ineens iets. Ja. Oh, een handje. Ja. Kijk, jij bent ook zwanger. Ja, dan schrik je wel dood hoor. Ja. Nou goed, we hebben in ieder geval de echo gehad. En dat is super goed gegaan. En ja, helemaal goed nieuws, helemaal blij. Zeker weten. Dus echt top. Hoe vond jij het, Mark? Ja, leuk. Ik snap nu wel iets meer. Maar het is ook wat groter nu dan de eerste keer dat ik het zag. Hè? Ja, precies. Ja. Dat scheelt ook heel veel. Ja, en het is anders als je erbij bent. Omdat je echt live ziet gebeuren. En dichterbij of zo. Klinkt heel stom. Maar als ik jullie babyvlogs dingen kijk. Zo noem je dat wel, babyvlog? Ja. Dan, ik snap er dan ook niks van. Ik probeer het wel. Maar nu met erbij en de vragen die ik kon stellen. Dat is wel nice. Dat is wel fijn, hè? Ja. Ja. Nou, ik vond het in ieder geval super mooi dat je mee was, bro. Ja, thanks, man. Leuk. Ja. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, vond echt super leuk. We hebben hier dus weer een reeks foto's. Ja. Echo's. Dit is ook de eerste en de laatste keer dat ik het ga meemaken, dus daar ben ik heel blij mee. Je weet me nooit, bro. Nee. Oh nee, jullie gaan nog een tweede, een derde en een vierde. Je weet me nooit, bro. Ah, ja, okay. Dames en heren, dat was de babyvlog. Ja. En dit was echt even weer een andere babyvlog dan normaal. En volgende week is er misschien ook geen babyvlog. En dat komt omdat we nu eigenlijk helemaal bijlopen met de content die we hebben gemaakt. Ja. Het meest bijzonder was natuurlijk om te delen, is het een jongen, is het een meisje, dat we het gingen vertellen aan familie en vrienden. Ja. En nu is het zo, ja, nu zijn we gewoon helemaal bij. Want ik bedoel, de 22 weken echo met Milan was het laatste wat jullie gezien hebben in deze babyvlog. Ja. Maar dat is ook het laatste wat wij gedaan hebben met jouw buik. Ja. Nou, we hebben wel babyshoppen gedaan. We hebben ook de kinderwagen en al dat soort dingen hebben we nu ook inmiddels besteld. Maar dat nemen we eigenlijk wel elke keer mee in de vlog. Dus klopt. Daar houden we jullie ook op de hoogte natuurlijk. Maar echt de bijzondere momenten waarvan we later denken van dat moeten we terugzien in een speciale afspeellijst. Daar zijn we nu helemaal van bij. Dus dat klopt. Daar kunnen we jullie niet meer van geven. Tenzij we komende week dus in één keer iets gaan opnemen waarvan we denken, hey, dit zou eventueel een leuke extra video kunnen zijn voor de babyvlogs. Ja, dus het kan zijn dat we inderdaad in Japan wat gaan opnemen. Ja. Maar het kan ook zijn dat we gewoon alles gaan opnemen voor de vlog. Dus voor nu, voorlopig, is dit even de laatste babyvlog. Ja. Maar er komt vanzelf weer een nieuwe en dan zullen we het laten weten op de socials van mij of van Myron. En als jullie echt meteen alles willen checken van ons, dan check even de Snapchat van Myron, check mijn Snapchat. En daar plaatsen we alles op. Maar voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. Yes. En de reacties altijd onder de babyvlog zijn super hartverwarmend en heel erg lief. En ja, het is echt een super mooi avontuur op dit moment. En toen ik de kinderwagen met jou ging uitzoeken, toen had ik echt weer zo'n besefmoment van wow, Marion is gewoon zwanger. Ja, en toen Enzo even die draagzak om had, dan kunnen we even dat filmpje laten zien. Ja, dan kunnen we dat filmpje wel even laten zien dat ik die draagzak om had. Ja. Dat was wel echt dat ik dacht van wow, dit is wel echt serieus, hè? Ja. Maak ze een rondje. Draai ze een rondje. En we hebben ook helemaal een leuke fashion, hoor. Wauw. Ik vind het ook zo bizar, want ik ben nu echt al dik 23 weken. Dus laten we zeggen, bijna 24 weken. Dan is het nog maar 16 weken. Ja. Wow, en dan gaan we nu naar Japan, 2 weken. En dan daarna op wintersport. Besef, als we dan terug zijn van alles, dan is het nog maar 12 weken. Ja, maar daarom als we terug zijn, gaan we meteen met de babykamer bezig. En dat is wel iets wat we gaan filmen voor de babyvlog natuurlijk. Sowieso. Ja, dus ja, wees niet getreurd, er komen nog genoeg babyvlogs aan. Zeker weten. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. Wij gaan nu het laatste spulletje inpakken en onderweg naar Japan. Bedankt allemaal voor het kijken. En zoals we altijd afsluiten. Dikke, vette. Mwah.